Hallo lieve vrienden, hoe is het met jullie? Hier is het helemaal super, ja, fantastisch en ook helemaal te gek. En prachtig en mooi en blij en gelukkig. Ja, misschien, nou, maakt niet uit. Wat zit er onder het doosje? Wat heeft Ahmed opgestuurd? Dat is voor jullie een vraag en voor mij binnenkort een weet. Natuurlijk, Hollandse Nieuwe. Deze Hollandse Nieuwe komt bij de visboer vandaan. Visboer Michel Heusie uit Bergen Noord-Holland. Niet heel toevallig. Ook de plek waar ik woon. Fantastische visboer. Ik denk dat ik 2 keer, 3 keer per week haantje ga halen. Kibbeling, alles hebben ze er. Heerlijk, heerlijk. Vers van het mers. Mooi gesneden. En dit is dan de Hollandse Nieuwe van de Albert Heijn. Die zit dan in een cellofaantje. Al een tijdje. Ik heb nog nooit een haring van de supermarkt gegeten. Dat doe je toch niet? Kijk, de visboer die geeft dan mooi een visje ui en zuur. Daarnaast. Bij de appie hebben ze er ook naast gedaan, namelijk in een bakje onder het visje. De haring van mijn visboer kost €2,75. En dan krijg je een hele mooie, dikke Hollandse Nieuwe. Die bij de appie, die is nu in de bonus. En dan betaal je €1,79 pour dos. Wat Frans en Spaans is voor 2. Dus als je dat even snel omrekent, is het 90 cent per haring met uitjes in een plastic bakkie. Hoe kan dat? Waar doen ze het van? Nu kan je natuurlijk zeggen, ja, je bent een Hollander of je bent het niet. 2 voor nog niet eens de helft van 1 van de visboer. Ik ga lekker naar de appie of andere supermarkt voor Hollandse Nieuwe. Dan wil ik tegen je zeggen, doe dat niet. Ga naar de visboer. Want als iedereen zijn rotzooi bij de supermarkt gaat halen, gaan dat soort winkels weg. En dan kan je niet meer het lekkere stukje vis krijgen. Dan krijg je dus niet het lekkere Hollandse Nieuwe maatje. Maar zo'n racht dunne in een folietje. Maar goed, we gaan ze vergelijken. Folietje eraf. En daar is hij. De Hollandse Nieuwe van Appie. Nou, ik vind hem een beetje klein. Ik vind hem een beetje scharrig. Wat is het verschil? Nou, dit is een grote, dikke, vette Hollandse Nieuwe haring. En dit is een hele dunne gup. En het is gewoon een guppie. Ik denk dat dit eerder een goudvis is geweest dan een haring. Want wat een klein, miserig dingetje is dat. En nog dun ook. En niet volgevreten. Want het punt is namelijk van de Hollandse Nieuwe, is dat hij namelijk lekker vet is. Dat er lekker veel vlees op zit. Deze is niet vet en er zit niet heel veel vlees op. Hoe kan dat? Nou, omdat ik me afvraag of deze Hollandse Nieuwe wel een Hollandse Nieuwe is. Overigens, als je heel eerlijk bent, is geen enkele Hollandse Nieuwe een Hollandse Nieuwe. Ze worden gevangen voor de kust van Noorwegen. Dus ze zijn meestal al een tijdje oud. Ik bedoel, deze staan er al een tijdje. Dus eigenlijk is dit een Noorse ouwe. Goed! Tradities zijn er om te vieren, Hollandse Nieuwe, prachtig, hartstikke mooi. Wat is het verschil? De grootte, de dikte, eigenlijk alles. Nu moet je het dus zo eten. En dat vind ik smerig. Waarom? Nou, ten eerste, als je hem zo eet. Ik vind het een beetje een gore handeling om zo'n vis zo in je pijp te laten dalen. Een verdommige pelikaan. En daarnaast nog wat. Op het moment dat je dat dus doet. Vallen dus de brokjes ui in je gezicht. Ben ik ook geen liefhebber van. En daarbij, en dat is misschien nog wel het vervelendste, ga je poten er vreselijk verstinken. Want je hebt dus dat beest bij zijn staart vast. Dit doe ik dus voor de review, maar je ziet mij nooit op straat of bij het visboertje zo'n harendiep troten. Want ik heb het gevoel dat mijn handen ergens hebben gezeten waar mijn vriendin niet blij van wordt. We leggen ze gewoon even neer, ik pak wel even bordjes. En ga mijn handen even wassen. Simsalabim, 2 bordjes. De moddervette Hollandse Nieuwe van de visboer. En het kleine visje. Tjoh, stinken ze weer. Nog een voordeel van de visboer. Die stelt de vraag. Zeg Jan, wil je ui en zuur erbij? Want ik eet het namelijk op z'n Amsterdams met een zuurtje. En dan zeg ik, graag visboer. Kijk. En dan krijg ik zuur. Augurken. En uien. Is dat lekker? Ja, dat is heel erg lekker. Nou, dan ga je dus naar Albert Heijn. Staat helemaal geen visboer. Dan krijg je dat een heel klein visje. Die al een tijdje in het cellofaantje ligt. En
De ui is ook niet vers gesneden. Liever gezegd. Kijk, Albert Heijn. Er zit zelfs een schilletje van een ui bij mijn uitjes. Ja, noem mij een zeur. Maar ik ben ook een connoisseur. Een connoisseur, hoe verzint dit? Ik snij een mooi stukje van de een en een mooi stukje van de ander. Eens even kijken, we gaan eerst even kijken. Hij is van binnen, nou, laten we zeggen, roze, viskleurig, roze. Ruikt niet heel erg naar vis. Dan denk je, nou en? Oude vis ruikt vaak naar vis, maar een haring moet naar haring ruiken, dus naar vis. Deze ruikt eigenlijk naar niks. Dat is wel gek. Beetje ui erbij. Oké, okay, eentje zonder ui. Wat me opvalt, de haring is smakeloos. Hoe krijg je dat dan voor elkaar? Hoe kan je nou haring smakeloos krijgen? En hij is niet vet. Het is inderdaad gewoon een dunne haring. Gewoon een magere haring. Als ik deze haring van mijn visboer zou krijgen, dan kreeg hij hem terug. Dan zeg ik namelijk, deze haring smaakt niet naar haring, is niet vet. Ik word er niet blij van. Overigens, de ui is prima, maar wat kan je verkloten aan gesneden ui? Volgende haring. Kijk, deze haring ziet er heel anders uit van binnen. Dat ga ik even laten zien. Albert Heijn haring ziet er eigenlijk uit als gerookte paling. Dit is de haring van de visboer. Die is roze en rood van kleur. In plaats van grijs. Zoals deze. Het is meer massa omdat het dikker is. Hij smaakt ziltig. Is botervet dit jaar. Precies wat ik lekker vind. Laat weer zijn magere haring. Is geen flikker aan. Dus Albert Heijn, daar zit je al diep in de min. En deze haring, ondanks dat ik ook wel weet dat die niet gisteren is gevangen, want dat zijn ze allemaal niet, smaakt vers. Deze haring ziet er ook vers uit. De Albert Heijn haring ziet er, ja, grauw uit. Kijk, als ik dus het stukje bij het staartje wegsnij, heb je dus bij de haring van de visboer een hele dikke plak rood-roze haring. En hetzelfde plakje bij die van de supermarkt is dus hartstikke dun en een soort grijs. Dan kan je natuurlijk zeggen, Jan, wat zit je nou te zeiken? Je hebt er twee gekregen van die haringen van Albert Heijn, dus bij elkaar opgeteld. En heb je meer vis dan die van de visboer. En die van de visboer is duurder. Dat klopt allemaal. Alleen, ik heb liever één lekkere haring dan twee vieze haringen. De haring van de visboer wordt gesneden door een vakman. Deze wordt gewoon in de fabriek ergens in een cellofaantje gepleurd. Hier zit geen liefde in. Dus deze eet ik niet op. En dit visje is niet voor de katse viool gestorven. Want mijn vriendin heeft toevallig een poes. Een kat. Ja? Die krijgt deze haring. Die houdt waarschijnlijk wel van magere haring. Ik niet. Ik hoef ze niet. Tijd voor de cijfertjes. En deze cijfers zullen vernietigend zijn voor de Albert Heijn haring. Want hoe krijg je erbij om dit Hollandse nieuwe te noemen, als dit bewezen niet dezelfde haring is als de Hollandse nieuwe van de visboer? Want deze heeft veel minder lang rondgezwommen. Oh Jan, hoe weet je dat dan? Hoe weet je dat dan? Omdat hij niet dik is. Hij is dun. Dus hij is al eerder gevangen. Ja, maar misschien had hij niet zo'n honger. En die voor jou is misschien een soort obese haring. Nee, die beesten zwemmen er allemaal. Die vreten allemaal hetzelfde. Alleen deze is er eerder uitgehaald dan die. Dus dit is gewoon helemaal geen Hollandse nieuwe. Albert Heijn is de boel aan het oplichten. En dat vind ik niet zo leuk. Deze haring is ook smakeloos. Hij is oud. Hij is grijs. Hij is grauw. En hij is een tweewaard. Koop nooit je haringje bij de supermarkt, koop bij de visboer. Want deze haring, en Michel Heusy, de visboer, die wint ook nog wel eens wat prijzen met zijn haring, is naast heel lekker en kakelvers, bijzonder lekker en kakelvers en smaakvol. Ik heb nu een mondje vol met lekkere romige haringsmaak. En daar is het voor bedoeld,
Deze haring krijgt mij 9. Zo. Lekker. Ja, ik vind haring lekker. Ik vind mensen die niet van vis houden, die vertrouw ik niet. En mensen die zeggen ik vind haring vies, daar heb ik ook weinig mee. Mensen die geen haring eten, daar is vaak iets niet goed mee. Ja, ik ga met je rauwe vis zitten vreten, blablabla, zus en zo. Ja, dat doen wij Nederlanders, ja. Wij eten rauwe vis. Geen gezeik. Iedereen rijk. En die zitten dan wel sushi daar binnen te bunkeren, weet je wel. Verschrikkelijk die lui. Nou, dag.